De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB ondersteunt Suriname met een lening van $85 miljoen ten behoeve van de sociale wederopbouw van het land. Hiertoe is op dinsdag 22 februari 2022 de leningsovereenkomst getekend. Het betreft de financiering van projecten op het gebied van onderwijs, drinkwatervoorziening, als ook projecten in het kader van het sociaal vangnet. Het gaat om een project van onderwijs, om curriculumontwikkeling te doen, breed. Een bedrag van $30 miljoen over een aantal jaren verspreid. Een project van NH om water te financieren. Ontwikkeling van water, beschikbaarheid van water via SWM. En een project van sociale zaken om safety, social safety net, dus een sociaal programma, verder uit te voeren en te financieren. Dat project is ook $30 miljoen en het waterproject is $25 miljoen. Maar deze bedragen komen dus over een 4 tot 6 jaar ter beschikking aan de ministeries om hun projecten mee te financieren. Hoe zal de samenleving de resultaten hiervan merken? Nou, in ieder geval als het gaat om onderwijs, decentralisatie, upgraden van het onderwijs, curriculumontwikkeling, dat soort zaken. Daar heeft mijn collega van onderwijs uitvoerig over verteld. Als het gaat om water, dan zal de beschikbaarheid van water veel beter zijn, omdat het waternet verder uitgebreid wordt, onder andere in Wanica, maar ook andere districten. En als het gaat om het sociaal programma, dan wordt met deze gelden het sociaal programma dat ontwikkeld is geworden door het ministerie van Sociale Zaken, wordt hiermee ook mede gefinancierd. Als ik zo naar u luister, bekruip mij het gevoel een beetje dat, zeker als ik luister naar dat gedeelte van het ministerie van Sociale Zaken, dat deze leningen misschien ook een beetje hebben te maken met de inspanningen die de regering pleegt om de economie te herstellen. In hoeverre klopt dat? Nou, alle drie leningen hebben daarmee te maken, maar met name dat van Sociale Zaken heeft te maken om met degenen die sociaal opvang behoeven, om die ook veel beter te kunnen op te vangen en van dienst te kunnen zijn. U weet dat het ministerie van Sociale Zaken een heel programma ontwikkeld heeft, dat goed deels uit de begroting wordt gefinancierd, maar dat er meer gedaan moet worden. U weet dat we bezig zijn het subsidiesysteem ook te transformeren van object naar subject subsidie. De zwakke huishoudens verdienen betere ondersteuning. Dus deze financiering, deze lening, heeft te maken als additionele financiering op wat uit de begroting komt. Om dat programma met veel meer voortvarendheid en met meer succes uit te kunnen voeren. Zodat we ook de mensen die die ondersteuning nodig hebben, inderdaad ook kunnen ondersteunen zoals dat moet. I'm very excited and very happy that we are here today to support the economic recovery of the country. I think this package of support of projects are very needed in the road to recuperate from the COVID pandemic and its effects in very specific sectors of education, water and sanitation, and social safety. These interventions are aligned with the government's plan of recovery, are aligned with the IMF program, and are aligned with the Vision 2025 of the IDB. Teams have been working on these operations for about a year, and they are very well thought of. And we're very happy that we have, as partners, the ministries that are going to be accompanying these projects and executing these projects for the people of Suriname. May I just say that I really thank all of you, Mr. Heversing and all your colleagues, for the trust that you have in the institution. And we are
we are challenged to provide you the best effort that we can, accompanying you with this. Thank you very much, Minister, and good luck and excellent in these projects. Thank you very much. We have a project for the lagere school afgerond. We have a praktisch nieuwe curriculum voor de lagere school. En nu mogen we doorgaan om curriculum te gaan ontwikkelen, nieuwe leerboeken en nieuwe leerstof en leermethodes te gaan ontwikkelen voor het secundair onderwijs. Heel bijzonder in dit project is namelijk ook de aandacht voor de hele kleintjes. Vanaf de kleuterschool tot en met de leeftijd van ongeveer 8 jaar. We gaan heel bijzonder aandacht besteden aan de kinderen die niet in de voorschoolse periode zich hebben kunnen ontwikkelen op weg naar onze school. Dus vanaf 3-jarigen krijgen nu de aandacht van ons. Een curriculum voor hun. Driejarigen krijgen verbetering op de kleuterschool. En in de eerste klas van de lagere school, daar komt heel bijzondere aandacht voor, omdat dat de basis is voor de rest van het leven. Verder is er bijzondere aandacht in dit project voor speciaal onderwijs. De kinderen die extra hulp nodig hebben bij het naar school gaan en bij het leren. Het speciaal onderwijs is met nadruk genoemd in dit project. En verder zijn er dus renovaties van scholen en nieuwbouw van scholen. Kortom, een injectie voor het onderwijs. En we zijn dus erg blij dat dat kan. We bedanken dus iedereen die hieraan heeft meegewerkt. In de eerste plaats het ministerie van Financiën, de Internationaliteit, maar ook en vooral mijn eigen staf, die een jaar lang heeft gewerkt, om dit project te helpen formuleren. Daar is heel veel werk in gaan zitten. En dus zijn we voorbereid om de uitvoering ook goed te laten verlopen. Dank u wel. Vanmorgen vindt ook plaats de ondertekening van de Water Supply Modernization Program. Ja, vindt ook plaats. Dit programma zal door de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SWM, worden uitgevoerd. Het heeft op zich laten wachten vanwege onderhandelingen die gaande waren. Maar de voortgang van dit essentieel project stond nimmer ter discussie. Laten we dat goed vaststellen. Het is een essentieel programma en de voornaamste reden is de reorganisatie van de SWM. En dat zal erin moeten resulteren dat we na uitvoering van dit project een goed draaiend en efficiënt draaiend waterleidingbedrijf hebben. Dat ook optimaal kan functioneren en de uitdagingen van de toekomst kan aangaan. In het herstelprogramma van de regering is landelijke drinkwatervoorziening centraal gesteld. Drinkwaterproductie en ik moet zeggen, het beperkt zich niet tot het kustgebied, maar het gehele land, dus alle districten, het binnenland. Wij vinden dat productie, distributie, kortom het beschikbaar zijn van drinkwater van eminent belang is voor een ieder. De garantie echter is niet alleen een kwestie van beleid op het stuk van de aanleg van de fysieke infrastructuur, ja, maar staat en valt ook met een goed ingericht management. Dat is een van de componenten van dit project. Ook naar de organisatiestructuur van SWM gaan we kijken. En ook de tarievenstructuur. En het andere onderdeel is de productie en duurzaam beheer van onze waterbronnen. De instrumenten die hiertoe moeten leiden zijn allemaal opgenomen in dit project.
Kortom, wat wij willen is dat we na uitvoering nogmaals van dit project SWM in staat zal zijn om alle toekomstige uitdagingen te kunnen aangaan. Er zijn verschillende studies gedaan, want dit is een belangrijk component van het programma. NRW. En NRW staat voor de waterverliezen die optreden. Water dat je wel produceert. Water dat je wel distribueert. Maar waar tegen er geen inkomsten staan. Ja, en dat zijn de verliezen die optreden bij de productie en bij de distributie. Dat is op dit moment ongeveer 45%. En met dit project willen we dat reduceren tot internationaal aanvaardbare percentages. Rond de 20% is opgenomen in dit project. En zeker de gebieden rondom Wanica, Wanica Zuid, Para Noord, die zullen allemaal ook een verbetering opmerken ten aanzien van de watervoorziening. Al de verkavelingsprojecten bijvoorbeeld in Wanica, die nog niet aangesloten kunnen worden op het waterleidingnetwerk, die zullen in de gelegenheid gesteld worden door dit project om aangesloten te worden. Ook Para Noord zal een verhoogde druk gaan merken. Tot slot, de institutionele versterking van het bedrijf zal ook ter hand worden genomen. De bemetering, op dit moment hebben we veel aansluitingen, maar zonder bemetering. En dat alles leidt tot extra inkomsten, derving voor het bedrijf. Alles meegenomen kan ik zeggen dat dit een heel mooi project is, niet alleen voor de waterleidingmaatschappij, maar ik denk als, als Republiek Suriname, dat wij met het uitvoeren van dit project wij onze watervoorzieningssector, zeker voor Groot Paramaribo en omgeving, gereed maken voor de toekomst. Ik dank aan ieder die een bijdrage heeft geleverd tot nu toe aan het voorbereiden van dit project. Intern is het een en ander ook al voorbereid, zodat we een vlotte start kunnen maken. En Antonio, I would like to thank you also, the IDB, for its support up till now. And we are looking forward to a fruitful execution of this project. Of course, with all the support from the IDB. Nogmaals bedankt aan ieder. En wij kijken uit naar een hele goede uitvoering van dit project. Dank u wel. Geachte aanwezigen, vandaag is niet zomaar een dag weer. Vandaag een zeer belangrijke dag voor Suriname. En sowieso voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het ministerie van SOSAVO is belast met het algemene welzijn van de verschillende doelgroepen. Welke valt namelijk onder het ministerie? Met de ondertekening van deze overeenkomst met de IDB zal het ministerie van SOSAVO, Sociale Zaken en Volkshuisvesting verder in staat zijn om het beleid te implementeren. Om de kwetsbaren binnen de samenleving, onze medemens, onze broeders en zusters, met deze overeenkomst met de IDB verder te helpen, verder die handreik te geven. Het is uitgestippeld dat wij moeten voorkomen dat de huidige positie waarin kwetsbare groepen, zoals de ouderen, niet te vergeten de kinderen, de mensen met een beperking en zo ook de sociaal zwakke huishoudens, verder in een verslechterde positie dan zullen zitten. Gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat zij daaruit geraken. Deze duurzame, respectvolle en waardige wijze van armoedebestrijding is gestoeld op twee zaken. 1. Onze plicht om als overheid uitputtend en elke dag weer te werken voor onze doelgroepen,
omdat wij die plicht daartoe hebben. 2. Het rotsvaste geloof in onze doelgroepen dat zij met hun veerkracht en innerlijke kracht zullen werken om uit hun tijdelijke situatie van armoede te geraken. Deze lening zal ook worden gebruikt om de capaciteitsversterking van het ministerie. Dit moet leiden tot betere en meer tastbare resultaten in onze beleidsplanning en uitvoering. En niet te vergeten ondersteuning bij de beschikbaarheid van sowieso ook data. We hebben een lange weg afgelegd en ik moet aangeven dat de verschillende deskundige directieleden die eraan hebben gewerkt, dag en nacht ervoor hebben gezorgd dat we zo ver zijn en dat vandaag dan realiteit wordt. Na de ondertekening vandaag begint de voorbereidingsfase voor de uitvoering van deze lening. Wij van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting kijken uit naar een samenwerking waarbij de principes van respect, gelijkgesteldheid, openheid en gelijkwaardigheid het fundament zijn van de duur van deze lening. Deze lening die niet zomaar een lening is of een overeenkomst is. Mogen deze principes ook het fundament zijn voor de ervaringen die wij gezamenlijk zullen opdoen en welke wij met de wereld zullen delen. Mr. Gonsalves, we have come a long way from the preparation phase to the signing of this agreement today. After the signing of this, we from the Ministry of Social Affairs and Public Housing are ready to welcome the technical support also from the IDB. From my side, I would like to be thankful to everybody that has put their part in making today a reality dat we vandaag hier gezamenlijk zijn voor het tekenen van deze agreement. Dus bij deze, meneer Gonsalves, namens de IDB, maar zo ook collega's, deskundige directieleden, dat wij van mijn kant uit dan de dank uitspreken naar u toe. Dank u wel. We staan op het moment om 3 leningsovereenkomsten met de IDB te gaan tekenen. Dat zullen voor mij de eerste leningsovereenkomsten zijn die ik als minister van Financiën na ongeveer 1,5 jaar zal tekenen. En dit heeft alles te maken met het feit dat wij bezig zijn geweest een recovery programma uit te voeren en daarvoor ondersteuning te zoeken bij IMF. Ik heb in een vrij vroeg stadium overleg gehad met de heer Gonsalves over deze leningen en deze projecten. Maar we hebben moeten wachten totdat we approval hebben gehad van ons programma van het IMF. En u heeft recent ook van het IMF zelf kunnen vernemen hoe dat programma uitgevoerd wordt en de goede vooruitgang die wij daarbij boeken. Een IMF-programma brengt restricties met zich mee als het gaat om het tekenen van leningen. Vandaar dat we dus vandaag pas deze leningen kunnen tekenen, dames en heren. Maar deze leningen die passen in het macro-economisch raamwerk en met name het schuldenraamwerk wat wij met IMF zijn overeengekomen. Het betreft leningen die wij onder concessionele voorwaarden, waaronder een vrij lage rente, 1,31%, en een graceperiode van 5 jaar gaan tekenen met de IDB. Zoals eerder door mijn collega's aangegeven, betreft het dus 3 leningen. 1 van onderwijs, consolidation, access to inclusive quality education in Suriname, voor een bedrag van $30 miljoen, met zijn meerjarige projecten. Water supply modernization program, zoals mijn collega Abiyamofo heeft uitgelegd, $25 miljoen. En support to safety nets of vulnerable population in Suriname van $30 miljoen, zoals door mijn collega Ramsaran uitgelegd. Deze projecten, dames en heren, zijn onderdeel
van de uitvoering van het herstelplan. En met name het sociaal vangnet is daar heel expliciet in opgenomen. En in het meerjarenontwikkelingsprogramma gaat u onderdelen van alle drie projecten terugvinden. En I would like to say that these projects fits into the country strategy of the IDB. Mijn collega's zijn uitvoerig ingegaan op wat de projecten inhouden en hoe belangrijk deze projecten zijn, dus dat zal ik niet herhalen. Ik doe echter wel een beroep op alle partijen om de projecten vlot uit te voeren en binnen de gestelde looptijden. De uitvoeringsperiode ligt tussen 4 en 6 jaar. En laten we de resultaten binnen deze periode ook neerzetten. Het zijn, dames en heren, leningen en we moeten ze terugbetalen. En ik doe daarom een beroep op iedereen om bij de besteding efficiënt met deze gelden om te gaan. Een van de eerste zaken die gedaan moeten worden zijn wat we noemen conditions prior to first disbursement. Zoals bijvoorbeeld legal opinions, bankrekeningen openen, tekeningsbevoegdheden regelen, programmamanagers en financial en procurement managers aanstellen. Maar als ik mijn collega's zo beluister, zijn ze heel erg goed voorbereid en is al een heleboel van dit werk al opgepakt. Voor het eerste jaar, dus 2022, zal voor deze projecten een totaalbedrag van US$7,1 miljoen beschikbaar worden gesteld, verdeeld over deze drie projecten. Dames en heren, collega's, wij gaan een gezamenlijke en efficiënte uitvoering van onze projecten nastreven. En we gaan hierbij geholpen worden door de IDB. Ik wil een speciale dank uitbrengen aan de IDB, die vanaf het aantreden van deze regering heeft aangegeven dat Suriname op haar ondersteuning kan rekenen en de IDB heeft voortgehouden. I would say, like to say this in English, Mr. Gonsalves. I would like to thank you and the IDB who have supported, who have demonstrated support since this government took office. And we know that we can keep counting on your support. And I would like to thank you for that. Thank you very much.